Bolt. Hallo iedereen. Wij zijn weer Two Updateds uit Noorwegen. Vandaag was een interessante dag. We hebben ontbeten. Interessant. Daarna zijn we naar een radiostation gegaan. Waar ik een interview heb afgenomen. Allee, ze hebben van mij een interview afgenomen. Over het festival en over verwachtingen wat wij hebben en zo. En onze groep en wat voor genre dat we spelen. De radio, hè. Dat was heel tof. Eenmaal terug in het hotel hadden we eigenlijk allemaal een vrij momentje. Dus we zijn het stadje gaan bezoeken, alleen een beetje rondgelopen. En zijn we in een muziekshop tegengekomen. Toen zijn we binnengelopen en gekeken wat er allemaal stond. En dan hebben Hendrik en Sutter een beetje gespeeld. Een standaard gespeeld. Ik heb dat dan ook opgenomen en dat was, was zeer tof. Dan heeft ook de bediende van de winkel heeft ons dan ook aangesproken, want hij wist meteen van dat wij gingen spelen op het Imagine Festival. Dus dat was wel tof en hij ging ook zeker gewoon kijken. Dus, En daarna zijn we gaan zwemmen. Dat was eigenlijk eerst de bedoeling. Maar toen begon het te regenen en Joram durfde toen eigenlijk niet meer. Joram heeft veel water. Maar ik en Suit hebben dan gewoon YOLO en YOLO. Ja, gewoon gaan zwemmen en dat was super mooi. Moet dat doen. Heel gezond. En daarna zijn we nog een unieke boswandeling gaan maken in de Noorse bossen. Daarna hebben we de andere kandidaten ontmoet uit de andere landen en hebben we een beetje we hebben hamburgers gegeten met die mensen. En dan hebben ze zo wat kennismakingsdingen gedaan. Dat was heel tof. En nu zitten we hier voor jullie. En dat was het een beetje. Hendrik heeft succes bij de meisjes. Ja. Tot morgen.